Welkom bij de serie 1 tegen 1 debatten in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart. Discussiëren elke keer twee lijsttrekkers tegen elkaar. En vandaag zijn dat Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren en hier tegenover hem staat Karel Wolf van de Partij Nieuw-Limburg. En de stelling waar ze over gaan debatteren is: de provincie moet alsnog afzien van de buitenring Parkstad. Meneer Wassenberg. Ja, de Partij voor de Dieren vindt inderdaad dat de provincie moet afzien van die buitenring. De Partij voor de Dieren heeft in de tijd ook tegen die buitenring gestemd. Waar gaat het over? We hebben het over een vierbaan snelweg die voor 300 miljoen euro dwars door natuurgebieden wordt aangelegd naar een krimpregio. Wij denken dat de Raad van State daar sowieso een stokje voor gaat steken, want 150 mensen hebben bezwaar gemaakt. De buitenring is een gedrocht. Die buitenring hoort er niet. Die buitenring loopt dwars door natuurgebieden en de provincie kan beter besluiten om die hele buitenring nu maar te schrappen. De 30 seconden zijn precies voorbij. En die zijn nu aan Karel Wolf. 30 seconden. De buitenring is een, een nieuwe verkeersstructuur. Die is voorgesteld vanuit de provincie. Omdat de regio gekenmerkt wordt door een wirwar van wegen. Zonder helderheid, zonder structuur. Het is de bedoeling om op die manier meer structuur te brengen in het gebied. En ook de werkgelegenheid meer kans te geven en op die manier de regio de potentie te geven voor zijn ontwikkeling die het ernstig nodig heeft. Ja, daar kan de Partij voor de Dieren toch niet tegen zijn. Meer structuur brengen in die hele wirwar van wegen daar. Daar is de Partij voor de Dieren ook niet tegen. En er moet inderdaad ook iets gebeuren aan de wegennet. Maar wat je voor een fractie van het geld kunt doen, voor veel en veel minder dan de 300 miljoen euro, is het hele bestaande wegennet verbeteren. Niet uitbreiden, maar verbeteren. Dan los je verkeersknelpunten op. Want wat er nu gebeurt met die buitenring, is dat lang niet alle knelpunten worden opgelost. Er blijven nog steeds problemen die niet worden opgelost. Maar het kost gigantisch veel geld en het belangrijkste is, de hele natuur wordt kapot gereden. En dat moeten we niet willen. Ja, het is natuurlijk zo dat er groene gebieden aangesneden worden in verband met de aanleg. Maar u weet dat in de sfeer van de aanleg compensatie wordt gepleegd. Op dit moment lopen er reeds provinciale wegen, gedeelten worden verbreed om meer capaciteit te hebben. Dus in die zin is het wel zo dat er een ontwikkeling is waardoor het groen wat minder wordt, maar dat wordt grotendeels gecompenseerd. En het belang van de ontwikkeling van de regio, vooral voor recreatie en toerisme. Die compensatie stelt niets voor. Je ziet namelijk, je hebt op dit moment hele waardevolle natuurgebieden, die worden doorsneden. Maar welke bedoel je dan in principe? We hebben het over het Zuid-Limburgse heuvellandschap waar daar ligt bijvoorbeeld de provinciale weg nu ook al doorheen. Natuurlijk zo dat die iets verbreed wordt. Die en wordt niet alleen verbreed. Dat zou geen probleem zijn. Dan heb je het over het opwaarderen van het bestaande wegennetwerk. Maar er wordt een nieuwe vierbaan snelweg aangelegd waar mensen dadelijk 100 km per uur voor mogen rijden. En dan wordt er inderdaad gecompenseerd op niet nader te noemen stukken. Wordt er natuur bijgemaakt, maar die is van veel slechtere kwaliteit. Ja. Dat is ook al elke keer gebleken. Maar u weet toch ook dat een tweestrooksweg zoals die er nu ligt heel erg onveilig is. Dat zijn de onveiligste wegen in Nederland. Wij maken nu, dat wil zeggen de provincie gaan doen, een twee keer tweestrooksweg om op die manier veel meer veiligheid te brengen op die wegen. Dat is een heel belangrijk punt voor de mensen in kwestie. We hebben het dadelijk over een vierbaan snelweg waar mensen 100 km per uur. Ik noem dat vierbaan snelweg waar mensen 100 km per uur mogen rijden. Mm-hmm. Hoe het dadelijk met de veiligheid zit, is nog maar de vraag. Wat er wel moet gebeuren, is dat het huidige wegennet moet worden verbeterd. En daar kun je ook een hele grote slag maken om het wegennet niet verbeteren zonder echt maatregelen te nemen. Het is een wirwar van wegen. Niemand vindt zijn weg. Alle je bedrijven moet ook die maatregelen er nemen, maar je moet geen vierbaan snelweg door natuurgebieden aanleggen. Ja, maar die gaan ook niet dwars door natuurgebieden. Die gaan door groene gebieden. Dat moet gecompenseerd worden. Wij zijn ook voor een hele forse, zeg maar, landschappelijke inspanning. De Partij voor de Dieren noemt de natuurgebieden, u noemt het groene gebieden. We hebben het over hetzelfde. Hartelijk bedankt voor dit debat in 5 minuten over die buitenring. En daarmee komen we aan het einde aan deze aflevering. Volgende keer zijn we er weer. En volg ons ook via internet en Twitter. Dank u wel.